We gaan eens kijken naar de samenvatting van een Baloise Belgium Tour. Tenminste deze slotetappe met twee gebroeders de Klerk. Benjamin de Klerk en Tim de Klerk met Brentele daarbij. Met Daan Soete en nog een renner van Roan Potter van de naam heel even ontsnapt. Zij bouwden een voorsprong uit van een goede 2 minuten. Dat ging naar 1,5 minuut, naar 1 minuutje. Omdat de mannen van Keukenheer wilden controleren tot aan de gouden kilometer. Daar moest het allemaal gebeuren voor Keukeleire. En eigenlijk zou daar, achteraf gezien, is het makkelijk praten, ja, op een of andere manier deze Baloise Belgium Tour ook eindigen. Tim de Klerk nog eens een keertje het veld overschouwen. De Nederlander was overigens Taco van der Hoorn. En dan komt de Duitser, Tony Martin. Met hem ben je nooit klaar. Hè? Hij moet op een of andere manier toch nog wat proberen recht te trekken wat kromgeslagen was in die tijd. Hier gaat Keukeleire de maat nemen van Gilbert. Maar dan heb je wel af te rekenen met Gilbert. Gilbert die kijkt, die ziet een ploegmaat komen. Daar ziet hij wel brood in. Dan denkt hij bij zichzelf, ik ga weer naar dat wiel van Keukeleire. Want als ook Vermoten nog terug kan komen en wie weet wat nog, dan kan daar nog meer van komen. Hier pakt hij die tweede sprint voor zijn rekening, of was dat al de derde? Dit was de derde, als ik het goed begrepen heb. En dan hadden ze een mannetje van 8 à 10, met daar al wat grote namen vooraan. En dan moest er een reformatie komen van de mannen van de nationale ploeg. En die brachten ze ook tot stand. Gilbert en Koze werden gegrepen. Dan kregen we heel diep in de slotfase, wat later dan in knokken te werken van de mannen van de Lotto. En dan de val van de winnaar van deze Baloise Belgium Tour, nogal brutaal. Voelde of zag de man van Astana helemaal niet aankomen. En daar stond hij dan. Moest weliswaar nog het traject helemaal afleggen, alvorens straks op het eindpodium te komen. En dan maar hopen dat Gilbert of niemand anders wat voorsprong zou nemen en dan toch nog hem een loer zou draaien. Dat is niet gebeurd. Bij hen was het vet ook al wel wat van de soep. We zien Gilbert daar nog wel proberen een plaatsje te vinden onderaan in beeld. Maar het was bovenaan te doen met Roelands monumentaal. Daar komt dan aan de binnenkant van de bocht de buscheren en dan heeft Van Melfort een klein beetje het nadeel dat hij de buitenkant moet pakken. Maar goed, de Buscheren wint. Vermeld wordt is tweede en Van Poppel. Door het feit dat Teuns het risico niet wilde nemen of nog niet kon nemen op een sprint. Netjes ingevuld met een derde plaats hier aan het slot van deze ronde van België. Belgium, Baloise Tour. Of Baloise Belgium Tour, zo heet dat in moderne tijden.